Ik hou van het podium. Ik voel mij goed op een podium. Ik werk graag met een publiek. Ik motiveer de mensen graag. Ik inspireer de mensen graag. En af en toe vind ik het ook wel eens leuk om een symbolische schop onder de kont te geven. Maar laat ons even eerlijk zijn. Als u kijkt naar het aanbod van rugschool- of rugpreventieprojecten die in bedrijven aangeboden worden, dan is dat heel vaak doodsaai. De mensen hebben daar niet veel aan. Hè? Maar het is niet enkel saai, maar wat nog veel erger is, heel vaak is er weinig of geen langetermijneffect. En ik ben ervan overtuigd dat dat anders kan. Nu, voor alle duidelijkheid, ik ben geen ergonoom. Ik zal het dus in mijn sessies niet hebben over correcte beeldscherminstellingen, juiste werkhoogte enzovoort enzovoort. Dat is belangrijke informatie die weliswaar zeer compatibel is met mijn verhaal. Maar ik pak het anders aan. En waarom pak ik het anders aan? Omdat er zoveel situaties zijn waar u de theoretische regels der ergonomie, bijvoorbeeld bij hev-en-til technieken, om praktische redenen gewoon niet kunt toepassen. En dan staat u daar. En dan? Wat dan? Wel, op die vraag bied ik eigenlijk een heel concreet antwoord. En dat antwoord is er eigenlijk gekomen op basis van mijn specifieke ervaring ter zake. Nu, ongeveer 30 jaar heb ik al een kinepraktijk, samen met mijn echtgenote. En in de praktijk focus ik mij vooral op onderzoek, behandeling en preventie van rugklachten. En los daarvan ben ik al 25 jaar verantwoordelijk voor een internationale organisatie die opleidingen geeft in orthopedische geneeskunde voor artsen en kinesitherapeuten. En reis ik nogal intensief de wereld rond om therapeuten te trainen. Ik leid hen op in diagnose, onderzoek, behandelstrategie. En uit die ervaring is dan het specifieke OM-consult rugpreventieproject ontstaan. Het is een project dat wetenschappelijk heel sterk ondersteund is. Het is niet enkel innovatief, maar het is ook zeer praktisch en zeer eenvoudig. Ik wil dat de mensen een aha-effect krijgen. Dat de mensen als ze naar huis gaan, dat ze zeggen van, verdorie, ja, inderdaad, heeft gelijk. Ik ga dat vanavond proberen. Ja. Dat wil ik. Dat ze het uiteindelijk op een spontane manier proberen te incorporeren in hun dagelijks leven. Dat is een van mijn doelstellingen. Nu, deelt u die waarden? Wel, dan zou ik geen tijd meer verliezen, want uitstelgedrag, daar wint je toch niks mee. Dus dan stel ik voor dat u vandaag nog de online vragenlijst invult. En eerstdaags zal u van mij horen.